Dames en heren, het is eindelijk zover. De knock-out fase van het EK 2020. We hebben thuis gekeken hoe we Oekraïne een pak slaag gaven. We keken in het stadion hoe we Oostenrijk versloegen. En tot slot gingen we ook nog naar Noord-Macedonië. Ja, zo tijdelijk kan ons niet 5-3-2 laten spelen. Dat doen we niet. Dat gaan we niet doen gewoon. Maar nu gaan we de eerste wedstrijd spelen in de achtste finale in Hongarije. En daarom gaan we daar met z'n allen, dames en heren. Dan moet je ze omdraaien, want daar zit de rest. Maar waarom lig je in de bed? Oh, we zullen zeggen kampen! Kom je niet mee? Ja, doe maar. Waarom heb ik deze nog geen idee? Hij is echt een beest. Hij is vooral heel groot, man. Beetje normaal, ik ben een 8 ton als hij vracht vol zit, maar nu doe ik het met deze. Dit is 3 ton, dat is prima. Het is wat anders, maar je wil natuurlijk zelf ook, als je op vakantie gaat, wel die vlieguren maken. Hoe is het met Frank en... Frank en Marco. Sam Marco noemden wij hem altijd in de kleedkamer, weet je wel. Zoals jullie zien, we hebben het gewoon echt gedaan. We hebben inderdaad een camper gehuurd en we gaan nu dus 14 uur rijden in Hongarije. Het is nu 2:10 en niemand heeft nog geslapen. Hey gast, oh trouwens gast, stop even. Ik zit te denken, we gaan natuurlijk naar het buitenland. Heb jij reisverzekering? Ja, tuurlijk. Nee, niet houden. Mooi, eindelijk een video zonder Rob mensen, daar gaan we, super. Dus ik moet nu weg. Nou, of je sluit even een reisverzekering. Kan ik even toevallig een reisverzekering afsluiten? Je kan makkelijk een reisverzekering afsluiten. Ik laat je zien hoe, Koen laat je zien hoe, want ik ben aan het rijden. Oké. Milo, jij ziet er trouwens echt uit alsof je door een bus overreed. Dat hebben we dus je niet de camper? Kun je daar ook iets op verzekeren of niet? Nou, misschien kunnen we wel wat vinden. Oh my god. Rob, je zit al bij de ING. Trek! Luister, zij hebben de fantastische app. En via die app, binnen 5 minuutjes, heb jij een reisverzekering. Heb ik een reisverzekering? Dan kan ik gewoon nog mee. Ja, en luister, echt een tijdelijke actie. 15 euro cashback. Nou, ik zou hem pakken, jongen. Naar Appie kan je binnen 5 minuten. Ik ga even checken. Even Appie. Ah, hij stond toevallig wel open. Je moet eerst naar producten en dan naar beneden scrollen. Hypotheken, lenen, verzekeren. Ja, ja. Doorlopende reisverzekering nu met 15 euro cashback. Hartstikke idee. Kijk eens even. Hartstikke idee. Oh, die is aardig vrolijk. Die is aardig vrolijk voor de reisverzekering. Ja, maar die is helemaal verzekerd. Ja. Die hoeven zich geen zorgen te maken. Even premietje berekenen, hoppakee. Wat wil je verzekeren? Nou, ik heb nog geen kinderen waarvan ik het van weet. Ingangsdatum vandaag. Reisbestemming, basispakket Europa. Nou, we gaan naar Hongarije, ja. Dus dat valt onder Europa. Ze zitten nu nog in, ook in de EU. Dat... Maandpremie, nou, hartstikke mooi. Poliskosten, €2,92. Nou, dat is helemaal niks. Strafrechtelijk. Ja, daar ga je. Nee, heb ik niet. Heb ik niet. Verzekering geweigerd, gelukkig ook nog nooit. Je zei 5 minuten. Ja. 30 seconden. Nee. Hij is geregeld, hij geldt nu al. Alles gaat de komende dagen geregeld worden. Ik zou zeggen, jank die motor aan en op weg naar Hongarije aan. Leuk, hè? Slecht nieuws, toch? Nee. Ik heb echt zin in de reis. 14 uur samen met mijn beste vrienden. Maar zullen we even een dikke shout-out doen aan ING dat zij de wedstrijdkaart hebben gefixt? ING, jongen, dankjewel. En wij zijn allemaal nu verzekerd met ING. Nou, jongen, dus al breek ik mijn nek. Nee. Wij blij en we krijgen geld terug. Yeah! Hé, 15 euro veel pils, zeg maar. Dus. Zo, dat is even lekker zeg, wat we hier hebben. Ja, we zijn dus even verbergen. We hebben hier lekker broodjes. Ik moet natuurlijk wel een beetje aan mijn lijn leggen. Dus ik moet even wat eten weer. Anders gaat het toch een beetje de slechte kant op. Het is 2:45. We zitten nog lekker in Nederland. Ergens lekker aan het draaien. Zo, kijken we eens even lekker zitten. Normaal zou ik denken, Turkse halen ergens of zo. Ja, dat is wel lekker beleggen. Heb je trouwens zin in een biertje? Wat een goed idee. Een klein pilsje. Ik heb ook zin in een pilsje. Even voor de volledigheid. Alleen Mattie en Roel mogen rijden. Dat vinden wij natuurlijk heel erg. Ik kom er mooi vanaf zeggen. Zuipen! Dat hebben we nog helemaal niet laten zien. We hebben hier gewoon een vette keuken. Met pils. Maar hoe gaan we dit openmaken? Heb je geen beker aan? Houd vast. Hou eens even vast. Dan maken we hem open. Nee, dit kan niet, jongen. Wij gaan lekker eten en drinken. Dames en heren, inmiddels zijn we op 1 kilometer van de grens. Het is 4:15. We gaan Duitsland binnen, mensen. Ja, ja. Dus Republiek Duitsland. En je weet natuurlijk dat voor de val van... Goedemorgen. Goedemorgen. Lieve bankje de kijkertjes. Goed nieuws. We komen een kwartier eerder aan dan dan we zijn al ruim 3,5 uur onderweg. Nee, die fles Rondo is aan doorheen gaan zien. Is er nog die Rondo? Oh, dat komt mooi uit. Ik was net van plan om nog even lekker een paar teugjes te van nemen. Van een kommer en kwel, zeg. Mag ik al dood? Kommer en kwel. Je hebt liggen slapen de hele tijd. Nou nee, niet dus. Ik lag gewoon te chillen. Wauw. Heb je lopen chillen met erop? Dat is een behoorlijk erotisch schouwspel, ja. We zijn bijna bij Nuremberg en dat is ook waar net na de oorlog het Nuremberg-tribunaal plaatsvond. Daarover gesproken, het is tijd voor weer een leuk feitje. De Duitse vlag is eigenlijk de enige vlag die de afgelopen 2 decennia zo vaak is gewisseld. We zijn...
Op dit moment wordt de auto doorzocht door politie op wapens, drugs. Dus toen heb ik die Kalashnikov nog maar even gegeven. Gelukkig hebben ze mijn toeters niet gevonden die ik mee heb genomen. Besef, als zij nu snel wegrijden, hebben Milo en Mattie daar helemaal niks van meegekregen. Hij zei, oh, jongen, wij zijn net aangehouden door politie en die hebben alles bezorgd. Ja, weet je wat het probleem was? We moesten tegen de auto staan. Wat een avontuur! Wat ons erover komt. Wij moesten tegen de bus aanstaan. En honden ook? Drugshonden? Nee, geen honden. Die hebben ze niet gevonden in de bus. Maar een van de... Ja, leuk, scherp. Ik ga niet goed. Nee? Nee. Nou, dan stap maar uit. Wat doet het er echt aan dan? Ja, koppijn jongen, als een gek. Misselijk. Heb je wel een Italian BMT genomen? We staan hier in een van de Duitse kutdorp en ik wil je zo snel mogelijk weg. Hoe lang moeten wij nog? 6 uur en 50 minuten. Oh, dan kan ik in die tijd natuurlijk nog een flesje Amaretto wegwerken als het moet. Nou, heb jij een flesje Amaretto bij dan? Nee hoor, dat niet. Oh, oké. Okay. Kijk eens even, dan zal je hem hebben toevallig. 2 hours later. Mannen zijn lekker aan het genieten hier. Heb ik goede nieuws al gehoord? We zijn bijna in dat land wat wij keihard hebben geslagen met 2-0. Nee joh. Ja jongen, die sukkels die tweede werden in de pool omdat wij echt zo goed zijn. Oh, je weet wel, die ene man, dat land van die rood-witte, rode... Hoe werkte die? Hoe werkte die vlog ook alweer? Heel veel bloed! Nog pils of niet? We zijn in een pilsje. Hé, ze zijn goed koud, jongen! Oh! Good morning! Abonneren! Kijk eens aan, het tweede biertje van onze jury. Wat is hier? Santé, hè? Hoezo heb jij geen pilsje? Ja, jongen. Ben je homootje? Ja, ik ook niet. Ik heb een probleem. Als we zak het stadion in willen, dan wordt zeg maar je temperatuur gemeten. En wat mag je maximaal zijn? 37,8. Nou, ik vrees dus dat ik daar echt wel... Wat je dan doet, dan doe je even zo. Koek, koek. Zo, dat is lekker. Leg je die van tevoren even een tijdje op? Nou, 22 graden. Ja. Tegenslagen horen wij een roadtrip. We hebben wel vlaggetjes voor ons. Andere Hollanders. Haal die beker even uit het raam, man. Ja. In ander nieuws, 40 minuten file. Ik denk dat ze heel streng zijn in Oostenrijk. Ze willen al die Nederlanders niet binnenlaten. Ja. Omdat ze hij allemaal zo gaan doen. Oh, loes. Maar we zien keinen Hollanders. Wat dan? We zien schöne Duitsers. Oh. Hey, beker, kampioen. Zijn wij Mongolen, zeg. Nou, goed. Mannen, we zijn bijna in Hongarije. Ik heb zoveel gegeven, ik ben helemaal vergeten dat ik iets voor jullie gekocht had. Meen je niet? Ik heb voor iedereen een blaadje uitgezocht. Dit hadden wij de hele reis al leuk kunnen hebben. Ik heb mijn doodje te vervelen en nu na. Ik heb helemaal niet doodje te vervelen, joh. Voor de mensen thuis, ik heb me echt zo doodje te vervelen. Nee, echt, dat je de hele tijd zo met die rechterarm zo deze beweging hebt. Ik heb Milo als eerst zijn boekie voor zijn grote voorbeeld. Zo! Oké! Talkies man, met kalfijn! Ik had van Matt dat ik er houdt van een lekker puzzelboekie. Ja. Die zijn wel leuk, die zijn wel erg leuk. Maar we gaan helemaal niet naar Zweden, gast. Ik heb voorop de story. Dit is ook echt zo pauper als in. Waar maak je nou met de blad kapot? Je moet even voelen hoe skeer dit is. Voor Koen heb ik een boek over financiën, over onderhandelen en zo. Aha, duel om een deal. Kijk aan, dank u wel. Voor mezelf heb ik een historieboek. Met allemaal leuke feitjes en zo. Want we rijden nu dus naar Hongarije. En dat is wel grappig, want net iets langer dan 100 jaar geleden. Ja. Ik heb nog even een quoteje van het interview met Calvijn. Oh. He has gone where no YouTuber has gone before. Television. We leren bruggenbouwer Boerma in dit interview kennen als een nuchtere denker, een stratege, zakenman en verfrissend talent. Zullen ze over jou niet snel zeggen? Maar, leuk weer, hè? Op hier. Ah. Oh. Met Marco en met Frank waren we toen in de kleedkamer wel gewoon de baas van Milaan, weet je, want de trainer die had er niks te melden hoor. Oeh, Brabant, het is mijn land, het is mijn land. Oeh, Brabant, het is mijn land, het is mijn land. Nederland is helemaal oranje. Ja, echt waar hoor. Wij staan weer achter Holland als één man. Als één man. En we winnen weer van. We winnen weer van Duitsland en van Spanje. Vooruit, vooruit. Vier de feest van Limburg tot aan Amsterdam.
Maar mensen, we hebben nog iets vets, want we vervelen ons een beetje. Ja, we hebben even lekker tussenstopje. Maar we hebben luxe. Telecootje, hè? Kijk, echt telecootje daar. Goh, het schoot al, komt eruit, dat komt eruit. Ja, 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 ja. Kijk, kijk, kijk. Hé, dit werkt perfect, toe. We kunnen tussen kunst en kutjes kijken. Kunst en kies. Kiespijn. No signal. Hoe kan je nou geen signal hebben? Zo, die schotel die is aan het draaien, gek. You spin me right round. Kutschotel. Ja! Ja, we hebben SBS! Meester Frank Visser doet de uitspraak. Zijn hier niet van die erotieke naties ofzo? Zullen we even kijken wat de erotieke naties zijn? Gadverdamme, hoezo wil je dat? Mensen, we gaan naar Boedapest. Komen jullie mee? Want we gaan helemaal naar Boedapest. Paf! Jongens, goed nieuws. Hoe kan ik geen verhaal vertellen over de vlag? Ja, dat was eigenlijk het goede nieuws. Maar ik heb ook een beetje over de vlag van Hongarije. Boei, niemand dan! Niet uit zeeuwen, want zo hebben we het wakker, krijgen we echt dat kutfeit. Nee, we zijn er in Hongarije. En wat maakt het uit dan? Ik weet niet of jullie de vlag al hebben gezien van ons. Maar die vlag van Hongarije? Die is gebaseerd op een revolutie. Boekjes! Even dat ik al verteld dat we natuurlijk hier niet in gaan slapen. Dat kan echt niet. We hebben gewoon lekker Airbnb geboekt. Alleen. Ja. Hey, we hebben hier gewoon 17 uur in deze camper gezet. Zo, wat een mooi shot dit. Zo met het licht. Oh, nu niet meer. Zo, hey. Hij heeft hem al in Zo, what the fuck, ouwe. What a view. Wow, dat is zij. Ja, vet, hè? Ik vind sowieso, mannen, chapeau. We hebben 17 uur met elkaar in zeker, vierkante meter gezeten. Ja. Geen enkele bankzittersruzie. Moet ik nog wat zeggen? Jullie moesten toch iets zeggen over dat fantastische ING dat ons geholpen heeft in te krijgen? Ja, ING, hé, hey, man. Shout out aan jullie voor de kaartjes, man. Wij gaan vanavond even lekker uit eten. En volgens mij hebben we daar... Bankzitterspas gaat zoeken. Als jij nog op vakantie gaat dit jaar, sluit even snel een reisverzekering af, want het heeft zo ontzettend veel voordelen. Ik heb al 5 jaar lang een reisverzekering, want als ik dan een keertje meteen stoot, naar de dokter toe, verzekerd. Hé, maar laat even de vette... Even serieus, we komen hier naar binnen lopen. Dit is de benedenverdieping. Wat ik alle ziekste vind, er staat een internetmodus. En dan weet je dat je goed direct bent gekomen. En wie? Oeh, zit een embryo in de koelkast. Gadverdamme. Sorry dat Rob in deze video zit. Hey, dat komt Rob zijn kinderbedje. Hé, maar staat die van mijn koelkast? Zou er een embryo in zitten? Ja, even kijken. Nee, geen embryo. Zo, dit is echt ziek. Hier kan je zo lekker chillen. Het is hier echt zo warm. Zo, dit is goed. Zo, dit is lekker zeg. Het is bijna zelf deze tafel en de dakterras zonder ze zijn hier met z'n vijven te blijven zitten de hele avond. Gewoon flik je even op. Wat ga je eten? Dat moet ook maar doen. Ja, ik wil nog leuke vrienden uitnodigen die we hier een beetje in de buurt leren kennen en zo. Het is wel vrij ziek, hè? Mensen, dit kost echt heel veel geld. En we hebben van ING er in de kaart gekregen, niet het verblijf. Dus abonneer even, like deze video. Dan gaan wij nu even lekker wat eten. Zitten wij lekker te eten? We hebben hier nu een lekkere pizza besteld en vooral een echte Hongaarse pils. Wij gaan lekker eten. Abonneren! Hey, weet je waar ze echt lekkere pizza's hebben? In Milaan. Oh, je bedoelt Milaan, waar ik heb gespeeld met Frank en Marco. Nee, dan de pizza. Ik dan altijd pasta bolo of zo. Mensen thuis, laat even weten. Welke van deze dingen is lelijker? Plant of Matty? Laat het even weten. Maar waarom zijn niet mee? Wat gaan we nu betalen? Ja. Dat moet namelijk in de rest. Nee, ING. Oh, de ING-pas. Kom allemaal gezellig bij ING en hopelijk krijgen we ook kaart voor de halve finale. Doei!